Goedemorgen, kan ik u helpen? Ja, ik kom voor een rondleiding voor dit gebouw. Oh, oké, dan ga ik even voor u bellen. Neemt even plaats. Dank je. Heeft u misschien zin in een kopje koffie? Ja, graag. Goed, ga ik voor u doen. We zien dat gastvrijheid in de zorg steeds belangrijker is geworden de afgelopen jaren. Uit ervaring weten wij dat de rol van koffie en thee daarin heel erg belangrijk is. Daarom hebben wij, omdat wij graag dagelijkse momenten waardevoller willen maken, het warm welkom concept ontwikkeld. Zo, alstublieft. Dank je wel. Geniet ervan. Ja, dank je. Met dat gastvrije concept kunnen wij zorgorganisaties helpen om echt onderscheidend te zijn. Belangrijke elementen van dit gastvrije concept zijn gastvrouwen of barista's in plaats van receptionistes, een lage bar in plaats van een hoge balie en goede koffie en thee schenken in een warme ambiance en een couleurlokaal. Dag meneer Veenbrink, kan ik u helpen? Ik zou graag een bakje koffie willen hebben. En met een lekker plaatje cake heb ik vandaag wel verdiend. Goed zo. Gaat u lekker zitten? Kom ik u brengen. Dank u. Ik geniet hier elke dag. Heel heerlijk. Binnen Zinzia gaan wij voor goede en liefdevolle zorg. En in die liefdevolle zorg is niet alleen de zorg die verpleegkundigen bieden van belang, maar is ook de leefwereld van belangrijk. Dat doet ertoe. En daarom hebben we onze receptie, onze traditionele receptie, vervangen door een warm welkom. En dat hebben we samen met Douwe Egberts gedaan. Een heerlijke plek waar je binnenkomt, waar je je welkom voelt en aan de stamtafel kunt plaatsnemen met een dampend kopje koffie. Welkom. Met het warm welkom concept bieden we een gezellige plek voor bewoners in hun eigen huis. Waar zij op ieder moment van de dag terecht kunnen voor een kop koffie of thee en iets lekkers. Maar ook familie en bezoekers van buitenaf zijn hier welkom. Een belangrijk onderdeel van het warm welkom concept is de couleurlokaal. De unieke elementen van een zorgorganisatie. Zo hebben we hier met elkaar gekozen om het koninklijke karakter naar voren te krijgen. En hier zie je dus een mooie beeltenis van koningin Emma. Zo maken we ieder warm welkom passend en uniek. Mag ik bij u komen zitten? Ja, oh, even lekker een bakje koffie. U bent ook al aan de koffie, zie ik. Ja, ik was ook al aan de koffie. Ja. Oh, hoe gaat het nu met u? Nou, prima. Voorheen werkten we als receptionisten achter een balie met een computer en een telefoon. Inmiddels is ons werk een stuk actiever. We hebben veel meer contact met bezoekers, persoonlijke benadering met onze bewoners, veel meer tijd om even een praatje te maken. Dus eigenlijk is dit misschien wel de mooiste plek binnen de organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, fijn dat u er bent. Uw vriendin wacht al op u. Oh, fijn. Fijn, dank je. Nou, als je hier binnenkomt, Roos, je hebt het gevoel alsof je rustig op je gemak bij je op bezoek mag komen. Heerlijk. Heerlijk. En ik vind het leuk om zo buiten te ontvangen. Oh, heerlijk, Bianca. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Dank je wel. Je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken. En met dit warme welkom helpen we de organisatie om die indruk te maken. Mensen vinden het fijn om hier te komen, vinden het gezellig, komen graag terug. En dat is wat een warm welkom allemaal kan doen. Alsjeblieft. Dank je wel.